Holy shit, op het dak van de prison. Komt ie, jongens. Hallo mensen van Podgron, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ben ik weer in de prison zoals je ziet. En dit is weer een vervolg op de vorige twee video's. Als je het niet hebt gezien, kijk even op ons kanaal. Of klik even op het i'tje rechtsbovenin hier in beeld. En we gaan nu weer verder hier in de prison. Er zijn nog een aantal dingen die we niet hebben gezien. En we waren geëindigd de vorige aflevering hier bij deze kist van ontsnappingsroute. Met een klok weer van Mr. Bartman. En hier gaan we weer verder. Gino, die Martijn DDG, die guard, waar is die? Ja, die loopt rondjes om de fontein nu en loopt richting de veerpot om te kijken of jij hier ergens bent. Hij gaat mij zoeken, hij gaat mij zo meteen sowieso zoeken. Ik ga deze muur op hier zo. Ik ga hier de muur op en ik ga kijken wat hier achter zit. Er zit hier allemaal ijs, zie je, Gino. Ik zeg tegen hem paniek. Echt, oh my god. Nee hoor, nice. Er zit hier allemaal ijs aan de zijkant. Gino, ik loop nu over de muur, ik loop richting reïntegratie. Want die zag ik natuurlijk, de vorige video hebben we natuurlijk de reïntegratie gezien. Dus daar gaan we nu even kijken. Ja, de vorige video's waren zo super spannend. En ik denk dat het nu weer gaat gebeuren. Holy shit, ik ben zo bang. Hij loopt een beetje rondjes, ik loop gewoon de hele tijd bij hem. Ik moet zo meteen namelijk daar langs. Oh nee, hier reïntegratie zit een ijzeren deur, kan er niet doorheen. Kijk uit, hij loopt nu weer richting reïntegratie. Oké, toch de andere kant. Hij gaat langs de helikopter. Ik ben op die muur. Hij gaat langs de helikopter en hij gaat naar East toe lopen. En hij loopt weer richting de prisonhallen. Dus reïntegratie is veilig op dit moment. Oké, ik zit nu bij die reïntegratie. Maar moet ik het water op? Ja, hè? Ja, je kan naar een grote prisonschip gaan. Want zoveel mensen toen we gingen inbreken bij Defensie zeiden... Ja, mensen, die boot staat ook in de prison. Nou, ik ben heel benieuwd vlieg je nu van de muur af? Of staat. Ik ben van de muur afgevlogen in de prison. Ik ben nu buiten de prison. Ja? Oh, hier zit gewoon allemaal stenen rotsen en shit. Wacht. Ja, je moet naar die boot gaan en die ligt helemaal op zout. Oké, dan ga ik daar nu heen. Even kijken waar het is. Oké, dus die kant op. Op naar zout. Naar die grote boot toe. Ik loop hier ongeveer langs. Er zit hier een riooluitgang. Oh, zeg je. Dit is het riool. Kijk. Maar deze deuren zitten dicht. Dicht, jammer. IJzeren deuren. Oh, gaaf, gast. Ah. Holy shit, gek. Opletten, ik heb Martijn DDG niet meer in het vizier, dus... Ik loop nu helemaal aan de westkant. Ja, misschien loopt hij rondje, komt hij daar wel heen. Dus ik heb geen idee, gast, waar die heen loopt allemaal. Ik ben bang, gek. Ik ga hij loopt hier weer. Oké, dan ga ik gewoon over de grond. Holy shit. We hebben geluk dat hij nog niet alle perms heeft als prison guard. En het is ook niet slim dat hij dat zei natuurlijk, tegen ons. Dan kunnen we hier nog even kijken. Holy shit, ingebroken bij de prison hebben we gedaan de vorige video's. En nu zijn we nog steeds in de prison. Holy shit, zo spannend. Als je nooit de prison hebt gezien bij deze, nu heb je de hele prison helemaal in één keer gezien. In 3 video's van ons. Oké, hierachter ligt ergens het schip, zegt Gino. Gino, ik ben nu helemaal bij die veerpont daar zo, in die hoek. Oh, hij loopt nu bij de veerpont. Oké, wacht, ik ga daar shiften naartoe. Hij loopt rond de fontein en hij loopt terug de prison in. Oké, wacht, en ik loop helemaal naar buiten. Bij de reïntegratie loopt hij nu. Ik loop buiten de muur. Oké, hij loopt bij de reïntegratie. Hij gaat nu naar binnen bij de reïntegratie. Echt? Kan je hem zien verder? Ja, ik zie hem. Hij loopt een beetje de cellen te kijken en hij gaat verder de reïntegratie in. Gino, kan je naar die veerpont komen? Dan kan je mij zien. Serieus? Ja, kom. Oké, hij is nu weg. Je moet er niet te lang blijven staan, hè? Ja, ga helemaal rechts in die hoek, bij die veerpont in het water. Ja? Helemaal rechts in de hoek. Dus kom snel. Ja, snert, ik ben aan het zwemmen, rechts. Wacht, ik kan wel gewoon op de muur komen. Als je eens komt... Oh ja, ik zie. Ik kom op de muur. Oh god. Ik ga je niet wel... te lang blijven. Daarachter is ja, holy shit, ik zie dat schip inderdaad. Ga erheen. Holy shit, hier zit dat supergrote schip, jongens. Van de prison. Daar staat heel groot prison SB staat erop. Of S8. En lijkt hij een beetje op die andere 58. Schepen die wij hebben gezien? Ja, het is ziek groot. Ja. Ja. Oh, dat is gaaf. Oké, laat ik heel snel hierheen gaan. Daar zitten ook allemaal containers, zitten allemaal dingen in volgens mij. Oké, ik ga nu kijken. Ik zwem eromheen, kijken of er een ingang is. Even kijken waar ik erop moet. Kan je er wel op eigenlijk? Ja, hier zit een ladder. Yes. Oké, nice.
Aan de achterkant zit hij als het goed is. Ja, ja, ik ben daar nu. Ja, klopt. Ladder op, Elytra afgedaan. Ik doe hem nu weer om de Elytra. Oké, okay, jongens, ik ben op de boot van de prison. Dit is de boot waar iedereen uitbreekt. Dit is dezelfde boot, Gino. Dezelfde boot. Ja? Ja, precies hetzelfde. Dat is echt geweldig. Kan je vanaf daar terugvliegen, denk je? Ja. Heel genoeg? Ja. Dat kan. Dan zou dat moeten, dan kan je gelijk terugvliegen. Ik zou dat zo meteen doen. Dit is samen ook een ontsnappingsroute. Je moet vanaf hier moet je de prison uitvliegen. Ja, nice. Ja, kijk, dit is precies hetzelfde als die boot in Arena 42. Ja, oké, okay, ik ga hier verder niet in. Ja, kom je zo ten hierheen vliegen? Gaan we weg hier, want je hebt hier echt al heel lang gezeten nou, hè? Ja, ik ben hier echt heel lang. Ik wil graag via die containers naar buiten toe, maar ik weet niet hoe dat zat ook weer. Hoe moest je ook weer op die containers zien? Nou, er was toch zo'n container waar je op kon? Open? Die open stond hier, ja. Met zo'n ladder erin. Ik weet niet of dat hier ook zit. Jawel. Ergens halverwege. Zit het beneden op de grond? Ja, toch? Nee, niet beneden op de grond. Je moet ergens een ladder op aan de zijkant. En dan kan je een paar containers op. Oh, hier zit weer een klok. Tik-tak, wees op tijd de guards. Je snel door. Wees op tijd de guards, je snel door. Weer zo'n klok. Wat? Holy even, shit. Je moet dus een beetje opschieten misschien. Ja, hè? Ik zie hem nog steeds niet partij de enige, dus dit is geen goed teken, Steven. Oh, shit. Even kijken waar ik naartoe moet. Ik ga hier naar de voorkant toe. Kom je zo meteen terug? Ja, ik ga zo meteen gelijk weer terug. Ja, yeah, nice. Oh, echt ziek om zo de... Oh ja, Martijn de Hedegeest staat bij de helikopter van de politie. Hij loopt rondjes. Kijk, hij heeft echt niks door, jongen. Nee? Oh my god. Hey. Lekker, Gino. Rietje. Ik kan wel bezig. Nee, hier zitten geen containers open. Oké, dit komt... Hier zit wel... Liane zit hier op, dus eigenlijk moet ik hierop komen. Maar hoe? Hoe kom je hierop? Ik moet daar opkomen, het moet kunnen. Hij loopt naar achter richting noord. En hij gaat volgens mij in de muur op daar. Ik weet niet zeker. Richting noord? Ja, ik ben helemaal in het zuid, hè, ben ik. Ja, daarom. Hij loopt helemaal verkeerd, die gast. Hij heeft wat door. Net zei hij tegen mij van... waar is je maatje? Vroeg hij aan mij. Ja, daarom. Dus hij heeft wat door. Hij zegt, ik zie iemand in prison op tap die niet hier loopt. Dus ja, hij heeft het inderdaad door dat je ergens naar binnen loopt. Hier zitten deuren open. Ja, hier zo kan je met die ladders. Ik ben in een container met een ladder. Is dat gewoon precies hetzelfde? Ja, precies hetzelfde als in For de kaart. Ja. Oh, dat is gaaf. Echt leuk. Oké, hier zo naar boven. Ze hebben die ook in defensie, of waar is dat? Legerbasis. Ja, legerbasis. Daar heb ik ook pas. Hier zit een kist, er zit niks in helaas. Een uitgang. Ja, ijzeren deuren, kan je natuurlijk een frietje opgooien. Oh my god. Oké, ik ben op die containers. Ga je terugkomen of... Ja, dat kan. Er zitten hier lianen op een container, ik wil hier ook nog even op. Hier zit nog een ladder helemaal naar boven toe. In die hijskraan. Ga kijken. Holy shit, er zit daar zo'n... Oh shit, ik val bijna. Er zit daar zo'n lichtding onder water. Er zit allemaal licht. Ik weet niet zo goed wat daar zit. Ja, er zit allemaal licht onder water. Kan je hier ook naar beneden in de boot, denk je? We toen ook deden. Ja, maar daar zit dus gewoon hetzelfde. Ja, we zitten veranderd. Nee, ik was maar dat al. Is ook niet gelokt. Nou zo. Nee. Alles is hier niet gelokt. Oh, ziek gast. Echt ziek. / plot info. Oh, nee, ik bevind me niet op een plot. Holy shit. Oké, dit was dus die prison boat. Ik ga richting de prison vliegen. Zou ik kijken of we nog op het dak kan komen van de prison? Gina, waar is die Martijn? Ik heb hem niet gezien. Hij liep de bezoekersruimte in, zeg maar zo naar achter richting noord. En hij ging naar boven en ik heb hem niet meer gezien. Waar moet ik heen? Moet ik daarheen gaan nu? Naar de muur? Nou, ik zou gewoon lekker naar binnen komen en we gaan hier zo snel mogelijk weg. Ik wil graag op het dak komen van de prison. Oké, ik ga daarheen vliegen. Lijkt me niet handig, gast. Waar hij loopt, lijkt me niet handig. Ik ga... Wow, hier zit nog een boot natuurlijk. Maar wacht, ik ga hier kijken waarom hier licht zit. Nee, dat is gewoon een lichtbug. Ik zit nu bij die muur in het zuiden, Gino. Er zit hier nog een boot. Ik ga eventjes kijken bij deze boot hier zo. Ik weet niet waar deze boot heen gaat. Oh shit, er zitten allemaal barriers. Ik kan hier niet op.
Op het schip. Rip. Nou, kom terug. Kom terug. Ik vertrouw dit niet, gast. Ik heb hem al veel te lang niet meer gezien. Oké. Ik ga snel naar die trap op naar die muren toe. Ik wil kijken of ik nog op die muren op het dak kan lopen, Gino. Nou, ik zou niet te lang daar blijven, gast. Hij heeft het echt keihard door. Ja, hè? Hij gaat nu alles afzoeken. Echt? Ik weet het zeker. Oh my god. Oké, ik beklim nu die muur op met die ladder. Ik ben op de muur. Ik wil kijken of ik nog op het dak kan komen van de prison. Gino, waar ben jij? Ik loop gewoon in prison op het plein. Hij loopt daar niet, maar... hè? Nee, ik zie hem niet. Oké, ik ga heel snel nog over de muur heen, Gino. Ik ben weer bij de ingang bijna. En daar ben ik weer, waar we naar binnen gingen. Dude. Doe normaal, hè? Ik kan hier gewoon lopen. Ja. Oh shit, snel. Oh my god. De view distance is niet heel ver hier van players, hè? Nee, dus, stond daarom. Hij is ook gewoon nog de enige online samen met ons. Hij zoekt ons, die guard. Ja. Die guard zoekt ons. Ja. Ik wil op het dak van de prison komen, dat is gewoon een doel. Dat heeft nog nooit iemand gedaan, dat moet ik gewoon even doen als eerste. Maar welk dak van de prison? Ja, gewoon die in het midden, die koepel, weet je wel. En dan die cellen en zo. Ik moet daar gewoon even opkomen. Mee eens? Hij loopt daar sowieso, hè? Ja, klopt. Dan ziet hij me en dan ben ik weg. Ja, hij mag jou niet zien, hè? Want dan maakt een screen en dan... Ja, oké. Heeft hij een telefoon? Ja. Oh, shit. Oké, ik ga snel naar die hele hoge berg toe. Waar ik net zat met die klok. Hij heeft de telefoon net in zijn tweede hand. Oké, ik loop nog steeds over die muren en ik loop helemaal naar de achterkant weer. Oké, ik heb hem al een tijdje niet gezien, dus hij is echt aan het zoeken, gast. Hij zit daar binnen in de prison, denk ik, of zo. Ja, sowieso. Hij loopt over de muren. Kan niet anders. Oh, jongen. Ik wil echt dat je hier weg gaat, hè. Straks word je gepakt, hè. Dan heb je echt een probleem. Ik heb hier allemaal biertjes. Ja, al ziet hij jou, is dat te laat, hè. Dan zit je al een maand. Klopt. Oké. Ik ben hier bijna bij die berg. Helemaal aan de andere achterkant ben ik nu. Je kent de hele prison nu al uit. Ja, ik heb die hele prison uit mijn hoofd, gastenke. Holy shit. Ongelooflijk dit. Ik vind het zo spannend. Kijk uit, alsjeblieft. Oké, hier zit die berg. Ik ga er nu opklimmen, Gino. Ja, snel. Moet ik nog een Vita innemen? Ja, doe ik wel even. Hoppakee, ik neem nog snel Vita in. Een Vita 167. Oké, hier zit die hele grote berg. Ik klim daar nu op. Zelfs ik vind het spannend en ik ben niet eens binnen, gast. Oh, waar loopt deze kerel? Hij loopt ergens ver weg rond. Ja, waar loopt hij inderdaad? Ik heb geen idee. Ik moet hem toch ergens zo meteen zien of zo dan? Nou ja, ik hoop het niet voor je. Nee, dat is waar. Een screenshot en je bent er geweest. Oké, ik ga op het dak van de prison, oké, Gino, vanaf nu. Ik ga nu zeker? Vliegen. Ja, ik weet het kan zeker. Kan je daar weg zo meteen nog? Ja, het is gewoon een dak, het is hoog genoeg. Oké, 3, 2, 1, go. Holy shit, op het dak van de prison, komt ie jongens. Holy shit, ik ben op het dak. Oh my god, dit is zo gevaarlijk. Ik ga kijken of ik hem kan zien. Ja, nou, het risico niet eens nemen. Straks staat hij achter je. Ik kijk heel om me heen. Oké. Ik ben nu bij die middelste koepel, hè, Gino? Oh joh, insane. Hij loopt hier ook niet. Wie had dat ooit gedacht dat zou kunnen, oprecht? Holy shit. Ziek. Op het dak van de prison, jongens. Ingebroken in de prison, we zijn op het dak. Het kan gewoon. Holy shit. Oh my god. Hij gaat sowieso komen, het kan niet anders. Ja, je moet weg zijn, gast. Kom, we gaan hier weg. Ik trouw het echt niet meer. Hij is te lang. Ja, het is te lang. Kom. Ik moet hier weg. Even kijken hoe ik weg ga komen hier. Hij is hier nu toch niet. Ik kan daar nog die kantoren, maar daar wil ik niet invliegen. Ik denk dat ik dat ga halen. Nee, doe maar niet. Oké, is hij daar buiten of niet? Nee, hij is hier niet bij mij. Nee, ik zie hem niet. Oké, ik ben hier op de muren. Oké, Gino, kijk eens bij de ingang van de prison. Nog één keer. Bij de prison letters? Ja, kiekeboe. Ik ben hier boven.
Oké, laten we hier weggaan uit de prison, gast. Wegwezen. Wegwezen. Holy shit. We gaan gelijk weg. Hij is waarschijnlijk we hebben ingebroken bij de prison en we zijn ontsnapt 3 keer. 3 video's lang. Holy shit. Die guard heeft me dik een uur gezocht en hij heeft me een uur lang niet gevonden. Oh my god. Het kan gewoon allemaal hoor. We moeten hier weg. Wij flikken dat gewoon. Echt een systeem lekker gedaan. Het is nog goed gegaan ook. Hij heeft je ja, niet gezien. Ja, echt niet normaal. Oh, oh my god. Insane. Wegwezen. Wegwezen. Jongens, vonden jullie dit tof? Laat allemaal sowieso een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende video's. Yes. Doei. Doei!